Welkom op de Moestuin Podcast. Welkom in deze aflevering van de Moestuin Podcast. Ik heb een gloednieuwe aflevering voor jullie. Ik heb erg veel zin om deze met jullie te gaan doen. Ik heb jaren geleden, was het denk ik 2014, ben ik op de website van Frank Anreijs gekomen. Dat gaat over natuurlijk moestuinieren en hoe zij dat doen. Samen met zijn ouders op een hele mooie moestuin. En ik heb hem heel lang gevolgd. Hij heeft een boek op een gegeven moment geschreven. Daar heb ik op ingeschreven en die heb ik toen hij het boek uitbracht, heb ik hem eigenlijk meteen gekocht. Dat boek wil ik nu in deze podcast met jullie doornemen. Het is een heel een mooi dik boek. 250 pagina's, zoals Frank zelf schrijft. Bijna een boek te dik om te lezen als je niet heel druk hebt. Daarom wil ik met jullie deze doornemen. En de golden nuggets eruit halen. En wie weet jou overtuigen om het boek ook te kopen. Zodat je ook met natuurlijk moestuinieren aan de slag kan. Even een disclaimertje. Ik heb een tijdje dit systeem wat hij gebruikt geprobeerd. Dat zal ik soms wel uitleggen. Het systeem van schijnbare chaos en de natuurlijke lijnen. Later ben ik op het kanaal van Curtis Stone gestuurd. En ik heb een boek van JM Fortier gekocht. En zijn online masterclass heb ik aangeschaft. En daar ben ik helemaal vol in gegaan. En daar heb ik het effectieve moestuinen van geleerd. En zoals ik het toepas in mijn moestuin. En waarmee ik de groentetassen heb voor elkaar heb gekregen. Zeg maar het plannen. En het beddensysteem van 75 centimeter breed. Met de woelvork. En dat komt eigenlijk allemaal daar vandaan. En ik moet zeggen dat voor effectief moestuinieren ik wel fan ben van dat systeem. Maar dat wil niet zeggen dat het systeem van Frank, zoals hij het omschrijft, dat niks waard is. Want het is echt, het geeft je zoveel inzichten in, het boek zelf geeft je zoveel inzichten in de natuur. En wat hij allemaal opschrijft over, kun je echt zoveel van leren. Dat is echt niet normaal. Ik vind het echt heel bijzonder. Echt een heel mooi boek. Dus laten we gauw erin duiken. Ik leg straks wel uit wat ik zelf niet van het systeem niet gebruik of niet meer gebruik. Laat ik het eigenlijk zo zeggen. Want ik ben eigenlijk toen ik hem ontdekte en zijn website ontdekte met zijn blog, zeg maar. Wat zeker aan te raden is om te lezen, omdat daar staat echt heel veel kennis al in. Natuurlijk moestuinieren.be, denk ik. Of een L, dat weet ik niet zeker. Ik weet, volgens mij komt hij of uit Limburg of net uit België. Dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Wel ben ik van plan om een keertje met hem te meeten of een keer naar zijn workshops te gaan. Het lijkt me ontzettend leuk om een keer met hem te contacten. Laten we gewoon even in het boek duiken. Ik laat jullie gewoon stap voor stap zien hoe het boek is opgebouwd en wat hij eigenlijk allemaal omschrijft en wat ik eruit geleerd heb. En dan kun je altijd zelf nog even kijken van, vind ik het waard om het boek te kopen? Of heb ik er zo voldoende aan? Dat kan natuurlijk ook. Maar, wat in eerste instantie opvalt is dat hij gebruik maakt van hele mooie foto's. Zoals je hier op YouTube kan zien in ieder geval. Als je de podcast luistert, dan is dat natuurlijk een beetje lastig. Maar heel duidelijk uitgelegd hier met bijvoorbeeld met karton hoe hij dat doet. Even kijken hoor. Even kijken, het systeem van de chaos, zoals hij dat omschrijft. Kijk, hier is het hoe hij combineert, zeg maar, in zijn moestuin. Duidelijk laten zien. Het is ontzettend, ik vind het echt ontzettend gaaf. Het begint in ieder geval met, het boek zelf begint met hoe je een moestuin aanlicht. En waar je naar kijkt, zeg maar, als je een moestuin gaat opstarten. En waar je waar je op moet letten. Wat hij aanraadt en wat hij ook zegt is dat je eerst goed moet observeren, zeg maar, op de plek waar jij de moestuin wil bouwen. Of aan wil leggen eigenlijk. Hè. Waar je op moet letten, zeg maar. Hoe de zonstand is. Hoe de schaduwen zijn. Dus dat je de tuin georiënteerd hebt op het zuiden. Daarna gaat hij mijn postertje eruit halen. Hoor. Kijk, hier zie je dus. Hij legt even uit. Als de zon, zeg maar, zo rondom die huizen gaat, dat de schaduw hier
en dan in de winter langer is en in de zomer korter. Dat je daarop moet letten. Wat natuurlijk redelijk obvious is. En legt hij uit met hoe de wind, dat je op moet gaan kijken hoe de wind, wind loopt in je tuin. En hij raadt dan aan om een stok met een stukje linnen of zo, of een t-shirt zeg maar, eraan te hangen, zodat je kan zien over tijd het liefst zeg maar, waar de wind vandaan komt. Omdat de wind de boel afkoelt, zeker in het voorjaar en het najaar, je de plantengroei daarmee beïnvloedt. Dus als je die wind op de een of andere manier uit je tuin kan houden, is dat zeker aan te raden. Het mooiste is daarvoor om zeg maar een natuurlijke haag bijvoorbeeld te hebben. Je moet rekening houden met een haagje. Als je die hebt, zeg maar elke meter geeft je 10 meter. Zeg maar als de haag zeg maar 1 meter hoog is, dan geeft dat 10 meter bescherming eigenlijk in je moestuin tegen de wind. Dat betekent dus dat daarachter die heg, de wind gaat over die heg heen en komt pas weer na 10 meter komt die pas weer neer. Of eigenlijk komt die zo laag dat het invloed heeft. Dus dat betekent dat je achter die heg 10 meter een stukje hebt waar je een soort van microklimaat creëert. En daardoor ook een stukje warmer is dan dat je geen heg zou hebben. Dus en dan gaat hij verder in de bedden aanleggen. Dat vind ik een heel interessant stukje. Hij laat bijvoorbeeld zien, hij noemt dat een sleutelgat bed. Hij geeft aan dat je zeg maar in het midden van je tuin een breed pad kunt maken. Waar je dan met de kruiwagen bijvoorbeeld overheen kan. En grote dingen overheen kan sjouwen. Dingen weg kan halen en weet ik het wat. Kratjes neer kan zetten als je bijvoorbeeld gaat oosten of zo. Dat natuurlijk wel praktisch is. En dan dat je daar vanaf zeg maar vertakkingen maakt. Vanaf het hoofdpad. En aan het eind van van het pad, dat noemt hij dan een sleutelgat. Nou, ik kan je voorstellen, een sleutelgat ziet er natuurlijk zo uit. En dan dat loopt zo rond. Als je dan aan het eindpad zo'n rondje maakt waar je dus in kan zitten met je knieën, dan kun je vanuit dat sleutelgat zitten en kun je makkelijk in het bed reiken. En kun je zeg maar het onkruid plukken of de groente oogsten zonder dat je dus op het bed staat. Hè. Dat is het belangrijkste eigenlijk in de natuurlijke moestuin, dat je de grond zo min mogelijk betreedt. Uiteraard ontkom je er niet helemaal aan, maar is dat wel heel belangrijk dat je dus die grond onberoerd laat en eigenlijk alleen maar voor de groenten laat en het bodemleven in die grond zeg maar echt helemaal beschermt en het niet indrukt. Hij komt een stukje verder, ik weet niet of ik daar nu al op kom, maar gaat het ook over schimmels en hoe belangrijk die schimmelcultuur in de grond is, zeg maar, wat die schimmels allemaal doen. Dat opende echt mijn ogen. Dat had ik echt nog nooit van gehoord. Ik vond het echt heel interessant. Dus maar een hoofdpad in de tuin in ieder geval. En dan die zijpaden met die sleutelgaten erin. Zo kun je heel mooi zeg maar, een structuur opbouwen die heel makkelijk werkbaar is. En daarnaast moet je dus die wind uit de tuin proberen te krijgen. En dat doe je dus bijvoorbeeld door haag aan te leggen. Hij omschrijft ook een methode met palen in de grond waar je dan wilgetakken tussen legt of bijvoorbeeld vlecht. Dat is een hele mooie manier. Het liefst leggen, want dan krijg je een beetje een brede haag waar weer dat weer als een insectenhotel kan dienen, snap je? Maar bijvoorbeeld een kleine, waar ik zelf al wel eens aan gedacht heb ik nog niet uitgevoerd, maar ergens in mijn hoofd zit nog een... Dat is zeg maar een palen met een bijvoorbeeld gaas ertussen met hedra erop. Hè. Dus klim op. Dat is natuurlijk ook een hele mooie plek voor vogels om bijvoorbeeld in te nestelen. En andere insecten en vlinders, weet ik het wat, allemaal een schuilplaats te geven, zeg maar. En een overlevingsplek eigenlijk, hè, een huisje. Die je dan weer kan gebruiken in je, die weer in de beneficial zijn in je moestuin, zeg maar. Dat is wel echt... Dat is echt heel mooi. Nou, dan gaat hij
een stukje in over het niet spitten natuurlijk. Wat ik ook erg voorsta, wat je ondertussen denk ik wel een keer wel begrepen hebt. Hij legt echt in detail uit, zeg maar, waarom je niet moet spitten. Oh, wacht, ik zie hier, spitten. Hij gaat helemaal terug in de gewone landbouw, waarom ze spitten. Wat de grote voordelen van spitten zijn. Maar hij legt ook uit wat de nadelen van spitten zijn. De voordelen van spitten is wel leuk om even op te lezen. De grond wordt losgemaakt, wat voor veel tuinders hetzelfde betekent als bodemstructuur verbeteren. Tegelijkertijd werkt het als een soort onkruidbestrijding. Alle aanwezige onkruiden worden ondergewerkt en tijdelijk natuurlijk zijn die verdwenen. Doordat je de grond openbreekt bij het spitten, komt er organisch materiaal beschikbaar voor het bodemleven, wat samen met een toevloed aan zuurstof zorgt ervoor dat er veel extra voedingsstoffen vrijkomen die op hun beurt een verbeterende groei opleveren. Dus dat zijn op de moment de voordelen van het spitten. Maar zoals je al leest en hoort, is het allemaal vrij op dat moment. Snap je? Dat legt hij iets verder op, volgens mij ook in een grafiekje legt hij dat uit. Even kijken of ik dat kan vinden hoor. Hij laat dan een grafiekje zien. Dat was met compost volgens mij. Nou, in ieder geval doordat je spit, zeg maar, hè, omschrijft het als de extra zuurstof komt in de grond en het organisch materiaal komt beschikbaar voor de bodem. Maar dat is allemaal in een hele korte tijd. En het is zelfs de tijd dat je groenten nog niet volgroeid zijn en ook nog helemaal niet eigenlijk in de tuin staan, zeg maar. Hè. Als je gaat spitten in het voorjaar bijvoorbeeld, dan staan die groenten staan nog helemaal niet in. En omdat je gespit hebt en de grond daarna niet bedekt, dan komt er bijvoorbeeld regen of wind. En de wind put de grond uit, omdat het corrodeert. En de regen die slaat de grond bijvoorbeeld dicht, waardoor je de bodemstructuur helemaal niet verbetert. Dus je doet een bewerking van de grond helemaal niet op het goede moment. En je geeft daarna, als je dat hebt gedaan, geef je dus de grond de kans om slechter te worden eigenlijk. Dus daarom wordt er dus aangeraden om niet te spitten en die grond dan te bedekken. Want dan kan het bodemleven wat in de grond zit, die zorgt wel voor die losse bodemstructuur. En dus zal de grond over tijd zal alleen maar verbeteren. Pardon. Nadat hij dat uitgelegd heeft, gaat hij naar de schimmels. Dat vond ik echt heel interessant. Ik vind het zelfs een beetje moeilijk om uit te leggen. Dat zou je eigenlijk gewoon echt moeten lezen. Misschien kun je op zijn website trouwens wel wat vinden daarover. Als je naar natuurlijkemoestuin.be volgens mij gaat, dan kun je daarover wel ook wel over lezen, denk ik. Hij noemt een paar voorbeelden, zeg maar, van waarom een slechte bodem problemen oplevert. Hij noemt hier de aaltjes. Nemen we het voorbeeld van de aaltjes. Hiervan zijn er zo'n 25.000 soorten. Het overgrote deel is goedaardig en helpt ons in de tuin. Slechts enkele vreten aan onze planten. En deze enkele worden sterk bevoordeeld in een slechte bodem. Deze schadelijke aaltjes zijn de kleinste van allemaal en kunnen zich gemakkelijk door de bodem met een slechte structuur bewegen. Het zijn de grote aaltjes die hun kleine neefjes opeten en zo deze plaagorganismen in toom houden. Maar de grote aaltjes geraken niet meer door de slechte bodem heen doordat ze weinig structuur is. De kleine aaltjes hebben dit probleem niet en kunnen ongestoord jouw planten aanvallen. Allerlei planten zetten om aaltjes te bestrijden is niet nodig. Het is slechts een symptoombestrijding. Veel belangrijker is het om je bodem te verbeteren. Voeg veel organisch materiaal toe, spit niet, mulch en de bodemstructuur zal verbeteren en de schadelijke aaltjes worden onder controle gehouden door het bodemleven. Dat is echt
het allerbelangrijkste in je moestuin, die bodem. Als je begint te begrijpen hoe je de bodem verbetert en al je aandacht zeg maar, op die bodem richt, dan zul je zien dat alleen dat nodig is zeg maar, om een gezonde groente te krijgen. Dat je door die bodem zeg maar, te verbeteren, heb jij uiteindelijk gewoon minder werk en krijg je echt gezondere groente. Want alles in de natuur is er gericht om een gezonde bodem te creëren waar biodiversiteit zeg maar, kan floreren. En als jij die bodem weet te verbeteren, de structuur in die bodem weet te verbeteren, en dan is die bodem in staat om voedingsstoffen af te geven aan je planten. Je planten worden gezonder en zijn minder vatbaar voor plagen. Dus echt alles is er op geënt als jij dat stukje begrijpt, zeg maar, hoe je die bodem verbetert. Het is echt heel belangrijk om je daarin te verdiepen en te zorgen dat je dat onder de knie krijgt. Dus echt, is echt van zoveel waarde, dat kun je je niet voorstellen. Dat is echt, ik heb sinds 2014 heb ik het eerste stukje, dat was eigenlijk het stukje ook waar ik mee begon toen ik Frank Anrijs ontdekte. En ik gebruikte altijd het argument op de moestuin dat ik last van mijn rug had en dat ik daarom niet wilde spitten. Dat was onzin, want ik vond het gewoon heel interessant, maar ik wist niet goed hoe ik het moest verkopen. En al die andere mensen om me heen die met hun argus ogen naar mij zaten te kijken van ja, hij spit niet en hoe gaat dat dan, weet je wel. En ik ben gewoon begonnen met ieder jaar een dikke vette laag compost toevoegen en mulchen in de winter. En als je dat stuk grond nu ziet, ja, van zeg maar, nu doe ik natuurlijk de groentetassen en ik heb meerdere stukken grond gekregen. Nou, dat stukje van 2014, ik heb er geen last van plagen. Eigenlijk alles, dat schiet de grond uit. Perfecte, mooie kroppen, zeg maar. Waar ik vooral weinig aan hoef te doen. Het stuk waar ik het minst water hoef te geven, bijvoorbeeld, dat is ook zo prettig. Dat je gewoon, als het droog is, dat die grond gewoon de waterhoudende capaciteit van die grond is zo omhoog gegaan. Dat daar helemaal niet zoveel aandacht en moeite aan hoeft te besteden, snap je? Dat is echt heel fijn. Kijk, hier zie je een klein beetje die piek in het voorjaar als er gespit wordt. Dus de bovenste grafiek. Dan zie je echt een spike zeg maar, in het voedingsstoffen afgeven en de, hoe noemt hij dat? De activiteit van het bodemleven. Die komt dan te vroeg, hè, zegt hij hier zo. Dus dan spoelen die voedingsstoffen die kunnen uitspoelen als het gaat regenen. Terwijl hieronder ziet, als je die niet de grond bewerkt, dan gaat dat veel geleidelijk en veel natuurlijker ook. En daarom heet het ook natuurlijk moestuinieren. En komen die voedingsstoffen gewoon, als het lekker warm is in juni, dan komt gaat het bodemleven wordt superactief en kunnen ze heel goed die voedingsstoffen afgeven. En dan is ook de prime zeg maar, van je groenteplanten, hè, in juni, juli en augustus, waar deze grafiek het hoogst is, dan is het perfect voor je groenten zeg maar, om te kunnen leven en optimaal te kunnen groeien. Dat pleit echt voor het niet spitten van je grond. Hier gaat hij in op een aantal kanttekeningen bij het mulchen. Dat vond ik wel interessant. Hij vraagt zich af eigenlijk in het boek zeg maar, wat je moet doen als... hij zegt, ja, de mulch die beschermt de grond, maar het zou een nadeel zijn als je in het voorjaar de grond wil laten opwarmen, dat de mulch zeg maar, dat tegenhoudt. Want de mulch isoleert zeg maar, natuurlijk de grond. En als je de grond zwart hebt, gewoon donker, zonder die mulchlaag erop, dan kan het sneller opwarmen. Dat is wel wat ik ook heb gemerkt. Ik gebruik dan bijvoorbeeld plastic om de grond af te dekken, om de grond sneller op te laten warmen. En zwart plastic gebruik ik daarvoor. Het belangrijkste eigenlijk is dat de grond opdroogt. Want als de grond opdroogt, dan kan die ook sneller opwarmen dan dat die helemaal vol is met water, snap je? Hij zegt hier dus van, dat vind ik wel heel interessant, hij zegt van, als je die mulch op de grond hebt liggen, dan zou die grond dus minder snel opwarmen. Maar hij zegt, omdat je dan gedwongen bent
later te planten, dat verschil, dat merk je eigenlijk niet, zegt hij. Dat wil ik eigenlijk nog wel eens uitproberen, want dat las ik dan in de voorbereiding van deze podcast. Ik heb daar, ja, ik ben zeker met de groentetassen, ben ik daar echt mee bezig geweest om alles, of in ieder geval, weet je, kijk, ik wilde natuurlijk, wat was het, de tweede week van mei, zeg maar, wilde ik groenten uit de grond halen. En ben ik daar wel echt mee bezig geweest om te zorgen dat ik die groenten zo vroeg mogelijk erin kreeg, weet je wel. Ik heb vorig jaar, afgelopen voorjaar, heb ik de kolen bijvoorbeeld, heb ik in de 11 maart, heb ik volgens mij, als ik me goed herinner, heb ik de eerste kolen geplant onder plastic. En daarvoor heb ik zwart plastic op de grond gehad. Of over de bedden gehad, om de grond te laten opwarmen, opdrogen. Toen de kolen erin, compostlaag erop. Die was warm, want die had ik besteld en die was die zaterdag gekomen. Dus die was warm en toen de plantjes erin, zeg maar. Zodat ze echt al in een warme bodem. Ik geloof dat die bodem iets van 15, 16 graden was. Ja, een beetje gek misschien dat je zegt van ik heb dat gemeten, maar echt boven de 10 graden, zeg maar, zie je boven de 10 graden bodemtemperatuur, zie je, zeg maar, het bodemleven echt in activiteit toenemen. En optimaal is, zeg maar, 14, vanaf 14, 15 graden is gewoon top, zeg maar. En hoe warmer, hoe beter natuurlijk. Niet bij alles, maar niet bij alle groenten bedoel ik eigenlijk. Voor het bodemleven is het alleen maar lekker als het lekker warm is. Dus vanaf 14, 15 graden is dat beter. Maar omdat je dus die grond bedekt, ligt er echt gewoon een isolatielaag op de grond, waardoor die gewoon minder snel opwarmt. En hij zegt dus dat dat dus niet uit zou maken, dat je prima later kan planten, omdat als die bodem maar gezond is, de snelheid van groeien, zeg maar, dat het te verwaarlozen is eigenlijk met het late moment van planten, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat vond ik wel interessant. Ik vond het wel, dat is iets om voor volgend jaar om in de gaten te houden. En eens naar te kijken of als ik heb nu heel veel bedden, heb ik natuurlijk gewoon gemulcht nu. Dus met blad en karton en zo. Dus ga ik eens even proberen een aantal bedden om te kijken van hoe dat dan gaat. En of daar verschil tussen zit, weet je. Ik ga gewoon twee bedden met bloemkool zetten. Eentje die ik heb op laten warmen met plastic. Lekker vroeg weer, begin maart. En het andere met de kolen, die gaan gewoon in zo'n gemulchbed. Gaan ze dan eind maart of zo, begin april erin. Dus en dan zullen we eens zien hoe dat verschilt. Ik ben heel benieuwd. De randen gebruiken in de tuin gaat hij op in. Dat is ook echt een leuk hoofdstuk. Het hele natuurlijke in de tuin brengen. Wat ook meteen eigenlijk aansluit bij zijn methode. De kruiden die je kan gebruiken in de tuin. Staat hier wat de voordelen zijn. Verschillende kruiden. Hij is heel erg fan van smeerwortel. Kunnen aan de zijkant van de tuin staan. En leveren een hele goede een natuurlijke barrière eigenlijk op voor indringend onkruid, zoals kweekgras en andere brandnetel en andere dingen. Daar zijn heel erg fan van, heb ik gelezen in het boek. Je leest er eens over en doe je voordeel ermee. Kom ik bij hoofdstuk 5 en dat is schijnbare chaos. Dat is eigenlijk de methode die hij vooral toepast in zijn eigen tuin. En dat is wel een hele interessante methode. Dat was, ik had er in ieder geval, toen zeker niet, maar ik heb het ook nooit ergens anders ben ik het tegengekomen. Ik denk dat je in permacultuur het wel meer zult zien. Maar dan moet ik zeggen dat ik me daar nog niet echt in verdiept heb. Hij laat zien dat je ziet op internet, zie je best wel veel van die tabellen, zeg maar, met goede buren. Heb je vast wel eens gezien van wortels met uien, dat is natuurlijk een van de bekendste. Maar zo heb je hele lijsten met goede buren en waarom die dan, zeg maar, goed bij elkaar passen, wat ze goed doen voor elkaar niet doen. Er zal zeker een waarheid in zitten. Ik heb niet
daar hele goede ervaringen mee. Dat komt meer omdat ik de praktisch wil hebben. Als je iedere week 5 verschillende groenten op moet leveren voor een groentetas, dan is het gewoon echt niet handig als je... En je moet het bed weer opnieuw inplanten, omdat je weet van, hey, over 6 weken moet ik weer iets nieuws hebben. Dan is het echt niet handig als je in één bed dingen hebt gecombineerd en dus dat bed niet direct daarna kan bewerken, omdat niet alle groentes natuurlijk tegelijk klaar zijn. Snap je? Dus dan blijft er weer wat achter, dan moet je dat later oogsten, dus dan heb je minder effectief natuurlijk. Want je wil eigenlijk gewoon het bed in één keer kunnen oogsten en alles hebben, snap je? Dus dat schiet gewoon voor mij niet echt op, zeg maar, in het moestuin zoals ik hem nu heb. Maar ik denk wel, als je meer richting een hobbytuin gaat, is dat zeker interessant om naar te kijken. En te kijken of je daar baat bij hebt. Wat Frank doet in zijn systeem, dat is eigenlijk wel interessanter. Ik vond het wel mooi om te lezen. Hij probeert de natuur, zeg maar, echt helemaal in de tuin te halen. Zeg maar. Hij kijkt echt naar van, oké, wat gebeurt er nou in de natuur? En dat heeft hij echt geadopteerd. In de natuur zie je natuurlijk geen mooie coniveerhagen en beukenhaagjes. Snap je? Dat is misschien een beetje overdreven, maar... Daar zie je niet allemaal dezelfde planten op een rijtje en daar een rijtje van dit en daar een rijtje van dat, snap je? De natuur is natuurlijk gebaat op biodiversiteit. Alles door elkaar heen en zo bij elkaar gebracht en geoptimaliseerd, zeg maar, dat het gewoon een heel weerbaar systeem is. Hè? Want de natuur is natuurlijk op geënt om zichzelf niet te laten uitroeien. Nee, de natuur is alles bij gebaat om te blijven bestaan, snap je? Die wil niet dat de planten ziek worden. Ze willen niet de natuur is om te overleven, snap je? Als daar zwakke planten tussen staan, dan ruimt de natuur die zelf op om zichzelf altijd te verbeteren. Altijd weer meer weerbaar te worden tegen aanvallen van ons, mensen. De natuur, branden, overstromingen, weet ik het wat. Dus daar heeft Frank heel erg naar gekeken. Hij probeert dus die natuur te imiteren. En dat doet hij door bijvoorbeeld te combineren in de zin van... niet dingen van hetzelfde bij elkaar te zetten, maar juist zeg maar te contrasteren. Snap je? Ik zal het even oplezen zoals hij dat opschrijft. Hij selecteert, zeg maar, op kleur van het blad, de geur van de plant, de plantvorm en de structuur en de ruimte die de plant inneemt. En daarmee, als een plant zo groot is, zit daar natuurlijk een groter wortelgestel onder dan een plant die kleiner is. En sommige planten hebben een oppervlakkig wortelgestel wat meer naar buiten toe gaat, zeg maar. En wortelgewassen en bijvoorbeeld spinazie, die schieten veel meer naar beneden toe. En als je nou weet hoe die wortelgestellen eruit zien van de verschillende planten, dan kun je ook voor zorgen dat die, als je een plant met een wortel die diep naar beneden schiet, naast een plant zet die wat breder uitwaait, dan kunnen die heel goed samenstaan, omdat die wortelgestellen elkaar niet in de weg zitten. En ze op een verschillend niveau de voedingsstoffen uit de grond halen. Dus ze zijn niet met elkaar in strijd, snap je? Dus dat is wel echt heel interessant om te zien. Ik laat nog even die plaatjes zien van de foto's. Kijk, hier zie je dus een voorbeeld van die planten. Groene, rode bladeren naast elkaar, verschillende planten. Je ziet, de bodem is overal bedekt. En je ziet dus dat dit is echt een berm, zeg maar, zoals je kan zien langs de weg. Hè? Gewoon helemaal, of bijvoorbeeld in de randen in het bos, zeg maar, snap je? Dus hij zegt, er zit in de natuur zit er geen rechte lijn. Niet zoals die coniveerhagen en die beukenhagen, zoals ik je net omschrijf. Dus wat hij heeft gedaan, is in zijn bedden heeft hij allemaal kromme lijnen. Dus de planten, die staan allemaal op een soort van golven in het bed.
Je hebt kunnen 3 of 4 golven naast elkaar hebben in een bed. En in die holtes van de golven, die plaatjes kun je wel even opzoeken op internet. Als je de podcast luistert, hier op YouTube laat ik het zien. In die holtes kun je weer, zeg maar, andere planten zetten. Dus als je bijvoorbeeld 3 rijen met boontjes hebt staan, dan zet je in die holtes nog wat kroppen sla bijvoorbeeld van een andere kleur. Heb je? En zo kun je dus allerlei combinaties bedenken. En kun je dus de natuur imiteren, zeg maar. Kijk, hier zie je ook een plaatje zien. Dan zie je de golven met de groentes. En in die holtes staat dus een andere groente. Dus zoals ik al zei, ik heb het systeem heb ik een tijdje geprobeerd. Ik zal eventjes zometeen in YouTube even kijken of ik een foto kan erin kan zetten van wat ik toen heb gedaan. Maar ik moet zeggen dat het systeem van James Forte met de 75 centimeter bedden maar gewoon beter bevalt. Nou, dan gaat hier nog een heel hoofdstuk in over bemesten en lavermeel, waar ik het ook al eerder over heb gehad. Hoe waardevol dat is en zij mesten echt wel hoofdzakelijk met lavermeel. Dat is super interessant om te zien. Dan gaat hij een stukje in over compost. Hoe je goede compost kan onderscheiden. Super interessant. Hoe kan je weten dat je compost goed is? Is super mooi. Hij zegt dus pak een kiemschaaltje. Doe daar de compost in. Leg daar tuinkerszaadjes bijvoorbeeld op. En als die met een paar dagen gekiemd zijn, is je compost prima. Want compost, als die heet van de bedrijf komt, zeg maar, waar je het vandaan koopt, daar komt van een grote bult en is het gewoon warm. Dan dat moet eigenlijk nog een beetje. Ja, er zit zoveel stikstof in. Dat die verwerking, zeg maar, in die stikstof, zeg maar. Die compost die zit nog niet in de laatste fase. Die zit nog in de fase daarvoor, zeg maar. Dat het nog bezig is om te verteren. En als het nog niet in die laatste fase zit, dan is het gewoon niet zo goed voor je planten. En dan brandt het eigenlijk in je planten. En dan gaan je planten en ook je zaden bijvoorbeeld, die verbranden eigenlijk gewoon. Dus je moet die compost, moet je de tijd geven om naar die laatste fase toe te gaan. En als het die laatste fase bereikt heeft, daarin is het afgekoeld. Het is gewoon echt gereed om de voedingsstoffen af te gaan geven. En dat kun je dus checken met die kiemtest van de tuinkersjes. Dat is echt leuk. Het laatste hoofdstuk is heel leuk. Het gaat over, hij noemt dat de juiste ingesteldheid. Ik vind het een hele leuke Belgisch-achtige spreuk. Maar hij vergelijkt het met de Matrix. Ik weet niet of je het film hebt gezien, maar gaat Neo die net moet op een gegeven moment kiezen of hij het blauwe of rode pil neemt. Nou, zover zou ik zeggen hoeft het niet te gaan, maar hij laat wel zien dat het natuurlijke moestuinieren is zeker. Nou, het begint tegenwoordig volgens mij een beetje meer normaal te worden, maar het is zeker nog niet voor iedereen. En als je daarmee begint met het natuurlijk moestuinieren, veel je bodem bedekken. Ik ontmoet op Instagram gelukkig heel veel mensen die heel enthousiast daarvan zijn. Maar ik moet zeggen dat in 2014, wat ik al zei met het net van het niet spitten. Hè, ik had in 2014 had ik ook echt daar last van. Zoals ik je net omschreef met het niet spitten. Dan zei ik maar dat ik pijn in mijn rug had en namelijk een manier had bedacht om niet te hoeven spitten. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik vond het ook wel een beetje spannend om tegen andere mensen te vertellen dat ik het echt anders deed. Weet je? En dat omschrijft hij ook erg in dit hoofdstuk. Vind ik wel heel goed dat hij dat ook opgenomen heeft in het boek. Dat het gewoon echt anders is om op die manier te tuinen. En je zult ook zeker tegenslagen tegenkomen. Ja, dat heb je in een normale gangbare tuinier natuurlijk ook. Dus het gaat ook echt om een stukje volharden, zeg maar, een beetje doorzetten. En hij schrijft hier zo heel mooi: iedere jongleur begint met 3 ballen. Je kunt niet in 1 keer 5 ballen in de lucht houden, dus begin klein. Neem desnoods maar een deel van je moestuin, zeg maar, dat je daar veel gaat mulchen en dat op een natuurlijke manier gaat doen. Of begin gewoon met een kleinere moestuin. En onderzoek wat jij nodig hebt om zo natuurlijk mogelijk te werken. Snap je? Dus je kunt heel veel voor hooipje vork nemen en alles tegelijk willen doen. Maar dat schiet gewoon niet op, weet je. Dus wees je daarvan bewust. En wees je ook van bewust als je bijvoorbeeld op een volkstuinencomplex
aan het werk bent, dat andere mensen daar toch op zullen reageren, hoe jij het dan doet, als je het op een andere manier, op een natuurlijke manier wil doen, dan zul je daar ongetwijfeld opmerkingen over gaan krijgen. Dus wees daarop voorbereid. En ga niet de wijsgeer uithangen dat je het beter weet. Nee, daarom omschrijf ik ook altijd dat er ook voordelen zitten aan spitten. 100%. Alleen, wij doen het gewoon op een andere manier. En wij hebben gewoon op de lange termijn voordelen. En als je dat rustig aan mensen uit kan leggen. En niet alleen maar van, dit is goed. En ik spit niet. En dit is wat ik, je aanraad. Dit moet je doen. Heb je dat schiet natuurlijk, is natuurlijk averechtse werking. Dus behandel de mensen altijd met respect als ze met opmerkingen komen. En ja, leg ze gewoon uit waarom jij het op deze manier wilt doen. En dat je, ja, het belangrijkste is eigenlijk dat je gewoon zoveel mogelijk met de natuur wil samenwerken. En dan zullen ze dat uiteindelijk wel begrijpen, denk ik. Dus de natuurlijke moestuin van Frank Andrijs. 7 stappen naar een natuurlijke moestuin. Echt een aanrader. Ontzettend leuk boek. Koop het als je het leuk vindt om te lezen met de feestdagen. En dan als je er nog vragen over hebt, dan weet je me wat te vinden. Ik ga er vandoor. Tot de volgende keer. Later.